De VOS-scholen zullen morgen normaal draaien. Dit is het resultaat van de bespreking van het VOS-directeurenberaad en de BVL met vicepresident Ashwin Adin. Partijen hebben vandaag besloten het voorstel van de regering te accepteren. Dit houdt in dat de resolutie van 29 september en het staatsbesluit van 9 oktober worden ingetrokken. Verder zullen de Bond en het directeurenberaad. Betrokken worden bij het herzien van de voornoemde resolutie. Afgesproken is dat de gesprekken hieromtrent uiterlijk dinsdag 19 december moeten starten. De Bond heeft verder het voorstel gedaan dat de directies morgen de tijd nemen om een evaluatie te maken. Daarna moet er een besluit komen over de voortgang van de repetitierondes en de schoolonderzoeken, die al gestart waren of nog van start moeten gaan. Overeind blijft echter de opzegging van het vertrouwen in minister Robert Penneu door de VOS-directeuren. Een aantal afdelingen van het ministerie van Onderwijs, waaronder het stafcollectief, zijn vanmorgen in beraad gegaan omdat zij het er niet mee eens zijn dat minister Penneu met ontslag moet gaan. Het stafcollectief zegt vanuit het onderwijzend personeel en de schoolleiding tegenwerking te ervaren. Op diverse momenten zijn conflicten ontstaan tussen partijen, waarbij werknemers geen invulling geven aan opdrachten van de werkgever. Op deze manier is er van uitvoering van het beleid geen sprake. De poorten van het hoofdkantoor van het ministerie waren daarom vandaag gesloten.